Mijn naam is Erik Schellingen. Ik ben bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies. Binnen deze orde ben ik bevoegd voor vorming, opleiding, zal dus strafrecht en de bescherming van de rechtsstaat. Het opleidingsinstituut Advocatuur voorziet dat we eigenlijk advocaten de mogelijkheid geven om op elk moment van de dag een opleiding te volgen. Een opleiding die kwaliteitsvol is, een opleiding die betaalbaar is en een opleiding die in de digitale bibliotheek op elk moment ter beschikking wordt gesteld. Als ik niet bestuurder ben van de Orde van Vlaamse Balies, en dan zal je mij terugvinden op mijn Harley Davidson. Ik ben een Harley-rijder, ik heb een motoclubje met vrienden. Wat oude gekken om het zo te mogen zeggen, maar ik ben een fanatiek Harley-rijder. Welk boek heeft een grote indruk op jou gemaakt en waarom? De boek die de laatste tijd op mij de meeste indruk gemaakt heeft, is het boek van Stefan Zweig, Die Welt van Gestern, De Wereld van Gisteren. Het is een boek geschreven door een Oostenrijker. Geschreven over de periode net voor de opkomst van het nazisme, met bijzonder veel gelijkenissen op deze actuele toestand in de wereld. Ik ben de allereerste bestuurder met de bevoegdheid rechtsstaat. De rechtsstaat staat onder druk, want nu de advocaat is de eerste die op de barricade staat om de rechtsstaat te verdedigen. Wij zijn de barometer van de rechtsstaat en vandaar ook het belang dat de voorzitter en deze bestuursploeg aan de rechtsstaat hecht. Door één specifiek bestuurder bevoegd te maken. Wij moeten de belangen van de advocaat en van de rechtszoekende, lees de burger, behartigen. Gaat vooruit, dames. Niet gedacht van de Limburger, die normaal wat trager zijn.